Stop het geluid. Zet alle ruis uit, leg je hand op de plek waar het pijn doet en voel de vraag kloppen. Hoeveel klappen kan de tikker aan voor het niet meer pompen wil? Voor vurig rood zich in ijzig blauw verandert en de wereld toeschreeuwt. Het is je gelukt, ik ben eindelijk stil. Hoeveel swipes over beeldschermen, tikken op een foto. Hoeveel barsten in een geplamuurde glimlach voor het masker breekt. Voor het lemmet van realiteit zich in doodweefsel steekt. Want ik zag door groene bomen mijn bos niet meer. Vond het nodig om mezelf te verdoven en zo van echte ervaringen te beroven. Ik nam mijn verantwoordelijkheid niet, want als je het niet voelt, dan is het niet. En als je het niet zoekt, dan zie je het niet. Maar als je niets doet, dan stopt het niet. Onze wereld raakt in verval. Haar kankergezwellen groeien terwijl wij het te druk hebben met de Cardi B's, Kardashians, Kanye's en Black China's van deze tijd om ons met echte problematiek te bemoeien. We zijn zo afgestompt door overprikkeling dat we zoeken naar luidheid als voldoening, shownieuws. Terwijl regeringen en corporaties in stilte bewegen, raken wij steeds dieper in een eigen gecreëerde matrix. Kijk naar IA, Sophia, kijk naar China, zie je de signs niet? Dopamineverslaving maakt je visie misschien troebel, maar wat jij brengt in deze wereld is absoluut uniek. Er is niemand die is wie jij bent. Er is niemand die kan zijn wie jij zult worden, dus als jij het niet brengt, dan komt het niet. Ik ben misschien een voet en jij bent misschien een hand, maar we zijn allemaal deel van één lichaam en brood nodig. Pluk daarom de staar van je ogen. Zet een stap om uit de mainstream molen te lopen en ik zet ondertussen alle ruis uit. Ik draai mijn scherm om, leg mijn hand op de plek waar het pijn doet. Kijk in de spiegel en voel de vraag kloppen. Als de wereld zoals ze nu is in verval raakt, wat kan ik dan doen om dat proces te stoppen?